Twar Kimmelit Le Jacobi van Vergie stem duwt tsjin de JSF. Haar partij, de PvdA, gong jeder vol akkoord met de omkeer van zo'n 30 flinta stellen. Neffens de Vergeester is was nog heel dan natuurlijk hoe groot het de loed zo leest. Waarom wenjenen van de vlinbasis van Ljouwt en het Brabantse Volkel is. Er is geen ruimte voor twee rederijen die op Skilge en Vlieland varen. Dat vindt het CNV. Onleiding is het debat dat de Kamer ruim deze maand viert door het bestuur van staatssecretaris Mansveld om de vergunning van de EVT in te loeken. De staatssecretaris docht dat omdat rederij Doeksen nevens haar financieel te volle te lijden had. Het vakbond loopt onder bellen omdat de werknemers op de veerboten de dupe worden. Bij Wurm binnen Gutter Lissensplits voor de onlis van de Heek om Ljouwt. De Lissens binnen voor het nieuwe viaduct Bredijk. Deze week binnen Maaienoor 24 beton dwarsbalkenplits die het waaidek dragen matten. Ze worden met vrachtwagen ongeveerd, maar Grutte Kraan de plaklijn. Daarvoor wordt het verkeer hoe die verschaten keren een paar minuten stillijn. Van 1 januari zou het Friesland boppen Oranje Woud, de nieuwe haatsponsor van het Geersboen KNKB. Het gaat om een contract van 4 jaar. Beide partijen willen net zeggen om hok voor bedrag het gaat, maar de begroting van 2014 toch blikken dat de post-sponsoring maar zo'n 50.000 euro omheen gaat. De Frieslandbank weer jarenlang haatsponsor van het Geersen. Joen en vannacht is het droeg, maar flinke opklaring zijn op een platte plakken vroorstonde groen. Morgen eerst nog even droeg, maar dan volgen de Rijn. Maar 6 graden wordt het een koude dag. De zuidwestenwind is krachtig onthut, maar die houdt hem letter op de dag delt.